Dus nu bij de atletiekvereniging Atlos in Harderwijk. We hebben ongeveer 730 leden. Wij doen baanatletiek, we doen aan wegatletiek, wij doen aan wandelen, Nordic Walken. En we hebben nog een speciale groep die wandelt en dat zijn mensen met een COPD-probleem. Onze voorzitter van de accommodatiecommissie is in september 2014 bij een bijeenkomst geweest, georganiseerd door de provincie, gehouden bij de Atletiek Unie, met als onderwerp duurzaamheid. Ik was op dat moment net hoofd van de accommodatiecommissie en in eerste instantie was ik een beetje twijfelachtig van, nou, wat zal dat worden? En tijdens die presentatie werd ik toch wel enthousiaster. Dus toen heb ik voor het bestuur een presentatie gemaakt en te kijken of dat voor Atlos wat zou kunnen zijn. En wij waren zeer enthousiast. Wat wij als bestuur hebben besloten, wij gaan voor het betreft duurzaamheid proberen een richting in te slaan die ons wat oplevert. Punt 1 qua duurzaamheid, vergroening en punt 2 financieel voor de club. Toen ben ik met Johan in contact gekomen, want ik ben meer een doener dan een organisator. Wil je iets veranderen, dan moet je altijd eerst weten hoe zit het nu in elkaar. We doen het projectmatig. Analyseren, organiseren, realiseren. Wat betekent analyseren? Een nulmeting doen. We hebben alles in beeld gebracht. Wat gebruikt de gras? Wat gebruikt de stroom? We hebben een aanbeveling naar het bestuur gemaakt. En wat ook heel belangrijk was, we hebben heel goed gevraagd een opdracht. Je moet duidelijk zeggen wat verwacht je van ons, het budget en alles. En zo zijn we gestart. We hebben een begroting gemaakt, zeg maar een eerste stap. Van wat zou het ongeveer gaan kosten als wij die eerste stap zouden willen doen? We hebben goed gekeken waar zouden wij overal subsidie vandaan kunnen halen. Nou, de Rijksoverheid was er één van, want die zei voor verenigingen geld 25% van alle materiaalkosten worden gesubsidieerd door de Rijksoverheid. Ik had tijdens die presentatie de kreet laaghangend fruit opgepikt. Begonnen we met een ijskast voor ijsjes die in de winter nooit gebruikt werd, maar wel aanstond. Waar we ook achter kwamen was in de kleedkamers de bewegingsmelders defect waren. Dus ze gingen wel aan, maar ze gingen nooit meer uit. Gewoon de dingen waar je niks voor hoeft te doen. We hebben gezegd, we gooien zonnepanelen erop en we gooien zonnecollectoren erop. Is niks spannends dan, kun je gewoon naar de leverancier zeggen, gooi ze er maar op. Ja, in een aantal weken zijn de zonnepanelen en de zonnecollectoren hier op dak geplaatst. En wat ik toch wel belangrijk vind, is dat door toepassing van dus dat warmwatersysteem, dat we het gasverbruik met 50% hebben kunnen terugdringen. En toen zijn we naar fase 2 en naar fase 3 gegaan. En na elke fase hebben we elke keer een rapportage gemaakt. Dus aan het bestuur bekendgemaakt van kijk, dit hebben we gedaan. Zoveel heeft het gekost en we gaan naar de volgende toe. Fase 2 hield dus in dat we hadden al wel geconstateerd dat er heel veel verwarming overbodig draaide. En toen zijn we begonnen met infrarood verwarming te doen. Infrarood, wat dus betekent dat hij alleen brandt als er iemand binnenkomt. En na verloop van tijd, als er iemand weggaat, die ook uit. Daar hebben we heel veel mee bezuinigd. En vervolgens zijn we ook nog verder gaan met klimaatbeheersing. Als ik nu kijk van waar staan wij nu op dit moment, dan kan ik zeggen dat met een geringe investering de club na 4,5 tot 5 jaar erg gemiddeld 7 tot 8.000 euro aan overhoudt. De gemeente is ook zeer enthousiast, zijn hier ook wezen kijken en hebben gezegd wat Atlos daar heeft neergezet is een voorbeeld voor andere verenigingen. En als de gemeente enthousiast is, dat tegt je geen windeieren. In die zin, als wij wat nodig hebben van de gemeente, dan hebben wij een gewillig oor. Wij willen als vereniging op lange termijn iets kunnen betekenen voor onze atleten, maar ook voor deze gemeenschap. De belangrijkste tip toch wel is een analyse van je eigen energieverbruik. En kijken waar je met minimale middelen kunt besparen. Pak je laaghangend fruit. Heb je twee koelkasten staan die voor de helft zijn gevuld? Maak er één van en vul die helemaal. En als het een oude koelkast is, koop een nieuwe, een zuinige koelkast. Als je lampen ziet die je heel vaak gebruikt, doe daar ledlampjes in. Dan besteed heel veel aandacht aan je aanpak en ga de zaak faceren. Doe het rustig aan, stapje voor stapje. En ook heel goed kijken naar kostenbaten. Op de korte termijn investeer in zonnepanelen, zonnecollectoren, want binnen 4,5 jaar heb je je geld eruit. Zorg voor een goede relatie en goede contacten met de gemeente waarin je sport. Als ik kijk naar het hele traject, dan ben ik het meest trots op de wijze hoe die werkgroep dit heeft gerealiseerd. Het was een team. Ik ben er toch trots op dat we dat met groepje zo gepresteerd hebben.
En waar ik dus ook best trots op ben, dat we eigenlijk een bevestiging krijgen van dat we het goed gedaan hebben. En dan hebben we dus een externe mensen gehad, die hebben het bekeken, die zijn rond geweest en we hebben inderdaad de complimenten gehad. Iets realiseren wat een goede besparing voor de club oplevert. En ook natuurlijk aan het maatschappelijk gebeuren dat we energie besparen. Daar ben ik het meeste trots op. Het bewustzijn van onze mensen op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben als vereniging ook een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die maatschappelijke verantwoordelijkheid die willen wij echt wel op ons nemen. Ik vind het heel mooi dat wij hetgeen wij nu hebben gedaan hier aan duurzaamheid kunnen presenteren aan de rest van de verenigingen die daar belangstelling bij hebben. En ze kunnen ons altijd contacten mocht ze advies nodig hebben ten aanzien van duurzaamheidsproject of van financiering. Bel maar, want dit moet je niet laten lopen. Wil je ook op jouw sportvereniging gaan verduurzamen? Hier kun je hulp bij krijgen. NOC-NSF biedt gesubsidieerd begeleidingstrajecten aan. Kijk op de website voor meer informatie.